Goeiedag. Het land kleurt oranje vanwege Koningsdag en ook deze tulpenvelden passen mooi in dat gekleurde plaatje. Dan is de vraag natuurlijk of de weerkaarten de komende dagen ook oranje kleuren of dat we de komende 10 dagen toch met iets lagere temperaturen genoegen moeten nemen. Nou, daarvoor begin ik even wat hoger in de atmosfeer, ongeveer op 10 kilometer hoogte. Daar waar we met de straalstroom te maken hebben. Dat is vaak een hele goede graadmeter voor de dynamiek, de bewolking, de neerslag en ook de windsnelheid die we dichter bij de grond kunnen ervaren. Nou, en als we dan naar de straalstroom kijken op woensdagochtend, dan valt eigenlijk al op dat de hoogste windsnelheden op die 10 kilometer hoogte eigenlijk ver bij Nederland vandaan voorkomen. En als ik dan de animatie ga starten, dan zien we ook dat die straalstroom voor de komende periode eigenlijk weinig tot geen bijzonderheden laat zien. Hier bij IJsland af en toe wel wat versnellingen van de windsnelheid, maar bij ons in de omgeving is het overwegend rustig. En pas later in de periode, dan hebben we het over volgende week maandag, dan zien we dat die straalstroom weer ietsje naar het zuiden afzakt en dat we dan misschien wel met iets onstuimiger weer te maken kunnen krijgen. Maar tot die tijd is het dus hoger in de atmosfeer heel erg rustig. En dan pak ik even de kaart erbij van het weer en de luchtdruk dichter bij de grond. Dit zijn trouwens beide kaarten van het Amerikaanse weermodel, het GFS-weermodel. En als we dan kijken naar de luchtdruk vlak bij de grond, dan valt het bijna niet te missen. We hebben weer te maken met een hoge drukgebied. Maar in deze situatie ligt dat hoge drukgebied juist wat meer ten westen van ons. De afgelopen tijd hebben we hem ook vaak boven Scandinavië gezien. En dat hoge drukgebied is wederom vrij krachtig en houdt die onstuimigheid verder bij ons vandaan. We zien hier boven de Atlantische Oceaan een lage drukgebied. Dat levert bijvoorbeeld bij de Azoren flink wat wisselvalligheid op. Maar bij ons is het over het algemeen rustig. Ook in het Middellandse Zeegebied zien we nog wat buien ontstaan. Maar dat hoge drukgebied zit voorlopig nog wel even stevig in het zadel. Dat zien we ook als ik de animatie laat lopen. Hij blijft hier een beetje rondcirkelen. En pas later in de periode, volgende week dinsdag, dan zien we ook die versnelling van de straalstroom hier in het noorden van Europa. En dan belooft het in Scandinavië wel behoorlijk wisselvallig te worden. We zien ook die paarse kleuren nog verschijnen. Daar is ook nog wel die koude lucht aanwezig. En daar kunnen nog wel eens wat sneeuwbuien gaan vallen. Nou, als ik de animatie dan even laat aflopen, dan zien we wel dat dat hoge drukgebied na het weekend wat meer in kracht moet inleveren. En dat er dan ook voor het eerst weer wat neerslag in de verwachting verschijnt. Nou, tot die tijd dus weer hele droge omstandigheden. Nou, welke temperatuur kunnen we daar dan bij verwachten? Nou, door dat hoge drukgebied boven Engeland zullen wij toch wel vaak wat meer met een noordelijke windrichting te maken krijgen. En dat zien we hier ook op deze situatie. Dit is donderdag, aankomende donderdag. Nou, dan hebben we dus om dat hoge drukgebied heen een stroming met de klok mee. En dan toch die noordelijke windrichting. Dan kan die kou vanuit Scandinavië gemakkelijk afzakken richting ons land. Dat betekent dat de temperatuur, we zien hier 12 tot 15 graden. Dat ligt net iets onder het gemiddelde. De laatste 10 dagen van april is het in de beeld gemiddeld zo'n 15,9 graden. Dus we bungelen daar een beetje omheen. Vaak net iets daaronder. Zeker als die noordenwind net wat meer in kracht aan weet te zwengelen. Nou, als ik de animatie dan even verder laat lopen, dan zien we dat het ook tijdens de nachten nog wel richting het vriespunt afkoelt. Maar die oranje kleuren die zitten voorlopig nog niet in de weerkaart en zijn echt weggelegd voor het uiterste zuiden van Europa. Nou, nog heel eventjes naar de pluim kijken, hoe dat verloop van de temperatuur er dan uitziet. Dan zien we inderdaad een beetje die zaagtandstructuur. Overdag, als de zon eenmaal een tijdje schijnt, dan warmt het nog wel redelijk op. Dit is een pluim voor het midden van het land. In het zuiden kan het wel een paar graden warmer zijn, met waarden die zo rond de 16, 17 graden uitkomen. Maar deze is dus voor de beeld. Nou, en daar zien we ongeveer wel die 15 graden. En in de nachten dus ook wel afkoeling, vooral als er heldere perioden zijn. En dan daalt de temperatuur richting het vriespunt, maar van vorst op neushoogte is geen sprake meer. En op de langere termijn toch wel behoorlijk wat onzekerheid. We zien de spreiding in de pluim toenemen. Dus wat er qua temperatuur op de lange termijn gaat gebeuren, is nog wel onzeker. En ook hoe het weerbeeld daarbij gaat veranderen, is nog wel de vraag. Maar de komende 10 dagen is het dus rustig, droog, met ook wel geregeld zon en temperaturen iets onder het gemiddelde.